Ik ben Jannie Stegge van den Berg. Ik ben 25 jaar betrokken bij de Oudheidkamer en als voorzitter. De Oudheidkamer is opgericht in 1994 vanuit de verzameling van André Rila. En die wist op een gegeven moment geen raad meer met zijn spullen. En toen heeft hij geprobeerd om dit pand te krijgen hiernaast. Dit is de woning van de kuipenmaker geweest. Daarna heeft er heel lang een mevrouw ingewoond. En de hiernaast gelegen werkplaats was de kuipenmakerij. En naderhand voor velen nog wel bekend de klompenmakerij. Maar uiteraard, we lopen allemaal op schoenen. En ook had de klompenmaker geen emplooi hier meer in Pennies. En was het gebruikt door de overburen als schuur. Maar die overburen gingen verhuizen en zou het leegkomen. Dus André wilde dat heel graag huren van de stad. Het was van de gemeente Rotterdam. Maar om te huren in zijn eentje kreeg hij dat niet. Als Oudheidkamer op te richten moest hij een bestuur hebben. En er ontstond dus een bestuur. Hij wilde zelfs secretaris-penningmeester zijn. En hij had diverse mensen, onder andere Jan het Hart, Cindy van der Schee, mij, Kees van der Winden en Sugarlee Hooper had hij gevraagd om een bestuur te vormen. En vanuit dat bestuur werd ik gekozen om... En Annie Hoordijk, die moeten we niet vergeten, want daar was de schuur eigenlijk van geweest. En toen werd ik gekozen als voorzitter. En zo zijn we aan de slag gegaan en konden we van de stad het pand huren, maar we moesten alles zelf betalen. Dus alle belastingen die erop waren en alle restauraties was dan voor de stichting. En dat betekende dus geld genereren om aan diverse grote stichtingen en donateurs werven die je wilde steunen. Nou, we hebben een jaar gedaan over de verbouwing. Daar heeft André Rila een enorme hoeveelheid werk in verzet. Die woonde hier een stukje verderop. En hij was zo groot als een bezem dat hij dat toch voor elkaar had. We hebben dat ingericht en er kwamen hoe langer hoe meer foto's. Op een gegeven moment hadden we een verzameling van 20.000 foto's in het archief. Maar we bestonden nog maar een jaar of drie. En toen ging de mevrouw van der Houten, die hier in dit pand woonde, verhuizen naar een tehuis. En kwam dit pand leeg. En dat wilden wij ook heel graag wel erbij hebben, want dan had je één geheel. Maar toen zei Rotterdam, dat verkopen we. Nou, om dat te kopen, dat was een hele klus. Want we bestonden nog maar net met een aantal donateurs. En we hadden al zoveel geld gestoken in de verbouwing van dat andere pand. En uiteindelijk was toen de Rabobank, die bestond in Pennies 100 jaar. En die wilde iets voor Pennies doen. En wat werd er? Kon elke vereniging en mensen konden zich daarop inschrijven. Maar het moest wel ten behoeve van heel Pennies zijn. Wij schreven ons in om dit pand te kunnen kopen. En dat vond de Rabobank zo'n mooi initiatief. Onze toegang is gratis, dus het is voor heel Pennies beschikbaar. En wij wilden er graag dan een museumwoning, zoals u ziet, in maken. En dat hebben we dus gedaan. En we konden het kopen. We kregen geld van de wijkraad erbij. Van enkele grote stichtingen en fondsen. En toen konden we weer opnieuw een klus gaan klaren. Want ook dit pand was natuurlijk heel erg verouderd. In die zin, we moesten het terugbrengen naar zijn vorige bestemming. En dat kunt u zien, we sloopten de schoorsteen en daar kwam deze schoorsteen onderuit. He? De schoorsteen is dus helemaal wel weer opnieuw geblekwarnast, zoals ze dat noemden, met een veertje. He, werden die figuren erin gemaakt, dat het net marmer leek. Maar ook het plafond werd eruit gehaald en dan kwam het oude plafond, de balken, weer tevoorschijn. De bedstee is er weer in teruggebracht. En die konden we krijgen uit een oude boerderij. Dus zodat ook de bedstee weer een originele oude is. Met de krib erin uiteraard. Want ja, elk jaar kwam er een baby. Geboortebeperking, daar hadden ze nog nooit van gehoord.
Dus het werd een pand waar grote gezinnen in waren. En je sliep allemaal gezamenlijk op de schors, op boven. En ook dat kunt u nog zien als u straks een shot neemt van boven. Er zat dus een gat, want de kachel, boven was natuurlijk geen verwarming. En de kachel gaf dan toch warmte naar boven door het gat in het plafond. En zo zie je de oude haken nog zitten en is het dus nog een vrij monumentaal pand. En dat hebben we dus ook voor elkaar gekregen dat we toegewezen zijn als gemeentelijk monument. Want hieronder in de kelder zit nog een beer. Zoals een dijkwoning dat heeft om de dijk tegen te houden, is er een beer in. Dus het is vrijwel eigenlijk teruggebracht naar toch een vrij origineel pand. En dat hebben we dus allemaal voor elkaar gekregen. En we hebben dus hier iedere keer een wisselende tentoonstelling. We hebben nu de tentoonstelling over de visserij, Geen zee te ver. En dat houdt in dat het 100 jaar geleden is dat de laatste vissloepen aan Maassluis verkocht zijn. Want Pernist was vroeger een vissersdorp en een landbouwdorp. Het is nu eigenlijk alleen nog maar een dorp. Want de visserij is verloren gegaan door de komst van de industrie, vervuiling van de Maas. En de landbouw is verloren gegaan doordat alle boerderijen weg moesten om plaats te maken voor de havens en de industrie. Helaas, we zouden dat graag terugdraaien, maar dat is niet meer mogelijk. En u ziet dus hier hoe een vissersgezin leefde met meestal vrij veel kinderen, armoe. De rijke reders, die hadden wel geld en ook de rijke boeren. Maar dat was niet weggelegd voor de arbeiderswoningen. Hiernaast hebben we dus een vissloep nagebouwd, het vooronder, waar ze dus sliepen met zo'n 13 man wat aan boord was. En daar ging je dus ook als 13-jarig kind of 12-jarig, die gingen al mee naar zee met vader. En dan moet je je voorstellen dat vader er eentje op de boot had van 16 en eentje van 15 en eentje van 14. Als nou, wat vroeger heel veel voorkwam, de boten vergingen, dan had moeder een hele lege plaatsen aan de tafel. En je zal wel zeggen, ja, een bankstel was er niet. Nee, dit was de zorg voor vader. Als die thuis was, dan had hij een mooie stoel. Hij had zijn borreltje, want vader werd verwend, want vader bracht het geld binnen. Als je dus bedenkt dat moeder voor 10 of 11 kinderen moest zorgen, elke dag aardappelen schillen en aardappelen op de tafel, de was doen, de strijk doen, het verstelwerk, want elke dag nieuwe kleding, of dat was er dus niet. Dus er moest heel veel van de een op de andere kind versteld worden. Opoe of opa woonde binnen, want ja, je verzorgde je ouders, want dat ging ook zo. En dat zijn dus het zware leven van vroeger. En als je dus als 13-jarige mee naar zee moest, en je was dan 6, 7 weken onderweg, en dan verdiende je een paar centjes, maar die moest je wel afgeven thuis. Je mocht ze zelf niet houden zoals nu. En kijk, ik stam nog uit de tijd dat ik vroeger op zaterdag een kwartje geld kreeg om te versnoepen. En dan ging je op het dorp hier naar IJs. En daar had je 2 snoepjes voor een cent. Droppies of ander snoep. En daar ging je dan je kwartje besteden. En dan had je voor je idee enorm veel gehad. Als je nu een kind een kwartje geeft, ze rapen hem geen eens op van de vloer, bij wijze van spreken. Want je kan er niks meer voor kopen. En dat zijn de dingen die wij hier dus proberen duidelijk te maken. Dat je als jong kind mee moest naar zee. Als jong kind moest helpen in de huishouding. Hè, om het gezin te verzorgen. Terwijl dat nu, ze hebben nog niet eens tijd om de tafel af te ruimen, bij wijze van spreken. En dan hoeft het maar naar de afwasmachine. Dat is de tijd van nu. En we proberen dan dus duidelijk te maken, ook voor de jeugd, om te laten zien hoe het vroeger was en hoe goed we het nu eigenlijk hebben. Ondanks dat er toch ook wel veel geklaagd wordt.
Je ziet straks, als u een shot ervan neemt, hoe de Pernisse dracht was. De Pernisse dracht vroeger, de rijke boeren droegen een keuvel. En dat is dus een lange staartmuts. En aan het kant kon je zien of iemand rijk of arm was. Hoe breder het kant, hoe rijker je was. Hoe meer slagen er in de gouden krullen zaten, des te rijker was je. En als je arm was, dan droeg hij maar een gazie. Dan was die gemaakt van gordijngaas. En die had je dan op zondag aan. En door de week droeg je een gehaakt mutsje. En de vissersvrouwen droegen een hulletje. En dat ook daarin was dan ook nog weer met kant en zonder kant. Want als je in de rouw was, droeg je een batisten kap of een batisten hulletje. Dan zat er geen kant aan. En waren de krullen van zwart of van zilver. En ook daar weer, hoe meer slagen erin zaten, van hoe rijker je afkomst je was. Je had, de vissers gingen tot voorbij IJsland op vangst. Ze keerden niet altijd gelijk weer terug, want ze waren 6-7 weken onderweg. Hadden ze een goede vangst, dan gingen ze lossen in Engeland. En als ze dus in Engeland waren, dan brachten ze voor de vrouwen wel eens een souvenir mee. En die souvenir bestonden uit de hondjes. Ik zal er maar even eentje pakken. Dat zijn deze hondjes. En dat waren stelletjes. En daar waren de vrouwen hier enorm gewild. Breng je hem volgende reis ook mee voor opoe? Breng je hem ook mee voor tante die of voor de buurvrouw? Want die vindt ze ook zo leuk. Wat ze toen niet wisten, dat in Engeland, sinds de Victoriaanse tijd, hoererij verboden was. En de dames van plezier verkochten porselein. Dus ze moesten naar de dames van plezier om porselein te kopen. En wat is dan, ik zet hem even weer terug dat ik hem niet laat vallen. En als dus de hondjes meegebracht waren, ja, toen de dames dat hier eenmaal wisten, toen waren ze er niet meer zo blij mee. Want het was wel de kat op het spek binden natuurlijk, hè, als je 6-7 weken als man onderweg was. Maar we vertellen dit verhaal hier ook wel eens en dan zegt iemand van, oh, maar ik heb ze ook, maar dan kennen ze het verhaal erachter niet. Ook toen zijn dan bij sommigen de hondjes niet meer zo erg in trek. U ziet, we doen hier van alles om het voor het publiek zo toegankelijk mogelijk te maken. De toegang is gratis. Boven hebben we een heel archief. En het archief kan je ook je genealogie, dus je roots opzoeken. We doen dit met een club vrijwilligers en bestuursleden. Want niemand doet iets alleen. We doen het met elkaar. En ik nodig u uit, vanaf 1 februari zijn we weer geopend. Het weekend van 1 en 2 februari in de middag. En kunt u ons komen bezoeken en ons komen kijken wat er hier allemaal te vinden is. En deze tentoonstelling staat er tot april. En daarna gaan we weer over naar waar iedereen eigenlijk over heeft, 75 jaar bevrijding. En gaan we een nieuwe tentoonstelling inrichten. En dat wordt dus over de oorlog en de bevrijding. En daar zijn we nu alweer mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Ik hoop dat u het leuk vindt om hier ons een bezoek te brengen. U bent van harte welkom.